Hallo. Hallo. Welkom in mijn kapperstoel. Dank je. Jij moet vanavond naar een feestje, klopt, geloof ik. Ja. Ja. En wat had je in gedachten? Ik wil graag een beetje een brush, want nu is het nogal wild. Ja. Kan je zelf brushen? Nee. Niet? Absoluut niet. Zal ik het jou een beetje leren? Ja. Ah, dat is goed. Gaan we dat samen doen, hè? Oké. Okay. Gebruik echt altijd een product voor je haar. Ik vind het heel erg als je haar beschadigd raakt van de stijltang of van de krultang of de haardroger. Je hebt ook lang haar, dus het is belangrijk dat je dan wel een borstel neemt die dat groot genoeg is. Ga je met zo'n piepklein borsteltje gaan werken, is het feestje voorbij tegen dat we klaar zijn. Dus nemen we een grote borstel, hè. Ja. Voilà. Zal ik een stukje voordoen en jij doet mijn haar? Oké. Ga je echt op droog haar met een brush, ga je nooit hetzelfde resultaat hebben als nat haar of vochtig haar. Ja. Dus wel belangrijk. En de droger zet je op halve kracht. Dus niet de warmste stand, maar de stand er juist onder. Oké. Neem een sexy haar. Als je draait, ga je ook zien dat je haar gaat beginnen glanzen. En nu is het aan jou. Dat is de borstel. Zal ik de haardroger vasthouden? Ja, dat lijkt mij best. Lijkt misschien aan mixen, ja, hè? Draaien en rollen. Een beetje minder snel als ik ja. Ja, draai. Ja, en naar beneden. Ja. Oké. Okay. En hoe voelt dat aan? Het is nog moeilijk. Nog moeilijk? Ja. Ook veel langer nu, klopt. Ja. Veel glanzender, veel zachter, moet maar eens aan je haar komen, hoe zacht dat er is. Maar ja, goed. Goed, hè? Ja, super. Voilà. Dank u wel. Alsjeblieft.